In ieder geval gaan we verder. Zo. Met deze nieuwe aflevering natuurlijk. Even hebben dat naar binnen smikkelen. Zo. En dan. Oh ja, hout natuurlijk. Wat ben ik nou allemaal aan het doen, man? Hebben wij. Oh ja, dus we waren ook al geen saplings teruggekregen. Dus we moeten eigenlijk gaan hopen dat we hier wel een. Dat we hier wel saplings van gaan krijgen. Natuurlijk ja, hoop ik daar al op. Stiekem. Ey. Ey. Okay, ik ga eerst die ommaken. Zo. En dan doe ik die. En dan, oh my life, oh my god. Ik kreeg hier een melding van een abonnement. Die iets op YouTube zet. En ik moet omhoog bouwen. Ik zit precies in zo'n groepen wel, man. Ik stotter een beetje of zo. Ik weet niet hoe dat komt. Maar in ieder geval. Zo, zo. Kijk eens aan. Mooi zo. Oh, 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 oh. Afbrokkelen. Ja, kijk eens aan. Kijk eens aan. Dat is zo mooi, man. In ieder geval, ik ga nu eerst deze. Ja, inderdaad. Ik had ze nog in mijn inventory. Die ga ik eerst hier plaatsen. Want zoals jullie zien, moeten. Of moeten die. Zo. En zo. Kijk eens aan. Ja, jullie mogen zelf beslissen wat jullie mooi vinden. Zo. En nu is het eigenlijk een kwestie van chests maken. Oh, dat is heel nice dat we al meteen een sapling terug hebben. Zo. Maar we moeten dus chests maken hiervan. Van dat hout. Zo. Even eerst kijken. Oh nice, dat gaat mooi uitkomen. En dan drie omhoog. Ja man, dat gaat er nice uitzien. En hier beneden wil ik dan ook nog aan deze kant wil ik de brewing stands. En dan wil ik hier misschien een apart kamertje maken voor de Nether Ward Farm. Dan gaat het er helemaal mooi uitzien, ons kelder. Maar goed, ik wil hier nog eerst. Oh ja, brewing stands. Dat wordt dus het gaat een probleem worden, hè? We hebben natuurlijk geen dingen. Allee, oh, kom aan, hoe zeg je dat? We hebben geen obsidian, maar we hebben eigenlijk geen lava. Dus het gaat zeker moeilijk worden. Willen we een nether portal krijgen? Anders moeten we dat maar één keer cheaten. Eén keer cheaten in deze wereld is niet zo erg. Ja, natuurlijk is het dan wel. Kunt je het zien als cheaten? Natuurlijk. Het is ook technisch gezien is het cheaten. Maar als jullie dat nu echt. Ja, ik zou het ook wel fijner vinden. Omdat we dan natuurlijk ja, de nether in kunnen en alles. Dus voor mij zou het natuurlijk wel fijner zijn. Maar dat hangt helemaal af van wat jullie willen. Ik ga niet alleen beslissen natuurlijk. Ik heb nog drie chests nodig en dan zitten we goed. Eigenlijk zou ik de farm ook nog een beetje moeten. Of de farms. De dierenfarms, ik zal het zo zeggen. Zou ik ook nog een beetje meer moeten. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Ik wou zeggen dat de farms moet ik ook nog onderhouden. De dierenfarms. Maar ik denk niet dat ik het ooit gezegd heb. Ik ben echt zo. Precies alsof ik niet klaar ben voor deze opname. Maar ja, ik weet niet wat ik heb. Er scheelt niks, maar ja.
Mijn hoofd zal weer, weet ik veel. Zal niet goed meewerken of zo. In ieder geval. Oh, 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 wel boom terugplanten natuurlijk. 3, nee, het is niet gelukt. Shit. Hebben die honden eigenlijk al? Volgens mij kan ik me toch wel iets lichtelijk herinneren van honden, maar waar zijn ze? Oh, wauw. Wauw. Ik ben zo slecht. Sorry, honden, sorry. Nou, dan kunnen we die hier gewoon pakken en dan kunnen we de hele tijd gewoon lekker veel van dit spul maken. Lekker veel boemiel gebruiken. Dan heb ik door dat ik geen X meer heb. En dan moeten we binnen die gaan maken. Oké, stop maar met zo te praten. Stop maar gewoon. Nee, maar voor vandaag wil ik de chess room eigenlijk af hebben. En dan kan die er natuurlijk van af van ons challenge board. Waar staat die? Waar staat die? Ah, een chest room natuurlijk, daar. En dan wil ik eigenlijk de nieuwe... de nieuwe saplings gaan zetten. Want ja, die hebben we natuurlijk ook nodig, hè. Maar daarvoor wil ik eerst meer dirt hebben. Zo. Ga ik met dat aantal genoeg hebben voor 3 kisten nog? Natuurlijk ga ik daarmee genoeg hebben, man. Oké, we hebben in ieder geval... Ik zou 5 saplings willen... Oké. Ja, niet alleen van deze boom, maar... 5 saplings totaal, wat ik nu dus al heb. Want dan hebben we zijn er geen verlies meer. En dan hebben we de saplings... teruggewonnen. En ik was toch vrij zeker dat ik net een sapling had zien vallen. Blijkbaar niet. Oké, ik zie spoken. Dat was sowieso een slapling. Slapling. Nou, nieuwe woord, slapling, man. Ik wil een slapling. Ja, geef me maar een slapling. Wat is nu weer... Hoe kom ik erop? Slapling. What the fuck is een slapling? Nou, in mijn woorden is het dan een sapling, maar ik weet toch vrij wel zeker dat het een sapling moet zijn en geen slapling. Het is precies alsof je een zo'n combo doet, een slap en een ling, zo sling ding. Oh, what the fuck, jong. Slapling. Kan het nog gekker? In ieder geval, ik heb toch die sapling teruggeplaatst, hè? Ik zie dat vanaf hier niet. Zie je dat vanaf hier dan? Nee, man, maar het zal wel. Ik zal hem wel teruggeplaatst hebben. In ieder geval, dat doet niet zoveel, want ik ga het toch terug naar buiten nu. Ik ga eens kijken naar de slapling. Oké, ja, ik heb de slapling geplaatst. Nice, dan kunnen we nu even zonder grappen en grollen. Kunnen we het even goed gaan maken. Oké, zoveel mogelijk eruit halen. Want natuurlijk moeten we... zo. En ik had nog 2 chesten meer nodig. Nou ja, dat doen we toch gewoon, want die 2 gaan ook naar beneden natuurlijk. Dan gaan die daar niet blijven staan. Wait a fucking second. Oké, dus we moeten nog 1 boom hebben. Oké, nice. Hier is onze laatste beslissende boom. Nou, haal maar ineens alle bladeren ook weg. Is hij toch bezig?
is een sapling gedropt. Zo. Hey. Huppatee. Kijk eens aan, man. En dan maken we nog een chest erbij. Kijk eens aan. Nou, mooi man. Zo. Ah ja, nee, nu moeten we natuurlijk eerst de chest indelen. Hier komt al sowieso het zand in. Alle zand gerelateerde dingen, dus zand, sandstone en al die dingen. Al die dingen, ja. Inderdaad. We hebben veel, maar dan krijg ik veel zand. Holy damn. Dat is ook een zandgerelateerd ding, maar dat kunnen we net niet meer meenemen. Nou, holy damn, we hebben echt veel zand. Als we in deze woestijn ooit zonder zand komen te zitten. Ik heb een opslag klaarstaan. Niet normaal veel, man. En pleur het er maar gewoon zo in. Hoe kom ik zelfs aan die smoothstone hier? Kom ik daar zelfs aan? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de eerste chest is ingedeeld. Dan deze chest. Daar komt het stone gerelateerde dingen. De stone gerelateerde dingen. Dat zijn die. Dat zijn die. Die. Ik heb wel één bucket van lava, dus dat is al één blok van obsidian. Zo, en dan stone hier, ook stone gerelateerd. Orange terracotta, nou, ik zie het gewoon als stone allemaal. Hier komt allemaal stone in en alles. Stone en dingen. En die orange terracotta ziet dan ook maar als stone. Ik weet niet, man. Dan daar komt al het hout gerelateerd. Ik neem alle hout gerelateerde dingen mee. Dat is white carpet. Hoe de fuck kom ik hem? Ah ja, ik weet alweer hoe ik een white carpet kom. Ja, dat zal al het hout gerelateerde wel zijn, denk ik dan. De stone, dat is het hout gerelateerde. Dat is allemaal hout. Er komt natuurlijk nog veel meer in. Maar ja, dat is gewoon voor nu. Even. Hout gerelateerd. Zo. Dan alle plantaardige shizzle, McFlizzle, Nizzle. Dus dat is al deze dingen. Zo, allemaal plantaardig hier. Nog plantaardig. Nog jungle tree saplings. Zien we ook gewoon als plantaardig. Zo. Wat is nog allemaal plantaardig? Hier zit nog veel plantaardig in. Zo. Oké, dat is allemaal plantaardig. Wortel, of ja, gewoon helemaal across alles. Hier overal in de rabbit hide en alles. Allemaal plantaardig. Boommeel zien we ook gewoon als plantaardig. En dan wil ik eigenlijk jungle tree saplings. Jungle wood stairs. Leather. Dit. Ja, eigenlijk. Nou, laat dat maar gewoon staan, man. Laat maar gewoon staan waar het staat. Als we in ieder geval al weten dat saplings. Nee, saplings zijn ook gewoon plantaardig, hè? Saplings zijn ook gewoon plantaardig.
plantaar hier allemaal. Nee, niet kool. Kool komt nog in een andere chest. Wood gerelateerd is natuurlijk ook deze crafting bench. Ik vergeet veel plantaardige dingen. Zo. Dat was al het plantaardige. Dan nu. Ors. Nou, we kunnen wel ors doen. Zo. En alle special stuff. Dus alle special stuff is ook nog vermeten. Iedereen is ook nog allemaal plantaardig. Allemaal plantaardige special stuff zie ik ook. Dat allemaal onder. Ja, beetroots. Holy damn man. Hoeveel dingen hebben we niet? Hoeveel dingen hebben we niet man? En ors. Ja, nog plantaardige dingen misschien om mee te pakken. Nee, oké. Dan doen we eerst plantaardige chest vol. Holy damn, hier zit veel in, man. Hier zit echt veel in. Zo plantaardig allemaal. Zo, ors. Oké, dit en de special stuff mag hier ook in, zoals ik al zei. Dus dat is allemaal special bedoel ik. Allemaal special stuff. Hier ook nog plantaardige gezel, mijn flizzel, nizzel. Veel te veel man, veel te veel. Oké, haal dan deze chest maar leeg. Kan die nog mee? Deze ga ik misschien ook wel meteen mee. Kijk eens aan. En dan hebben we hier ineens een veel grotere ruimte, jongen. Zo, chests are placed. Dus hier kon ook nog iron ore in. Nog plantaardig. Zo. En hier kunnen allemaal random dingen. Oh, dit is ook nog plantaardig trouwens, cactus. En hier kunnen dan al de andere stuff in. Al de random stuff. Plus wat? Plus tools, alles erin smijten gewoon. Dit is de randomheidschest gewoon. Dit is de randomheidschest. Nou zo man, dan hebben we het pretty much goed ingevuld. En dan is dit dan de kelder. Met onze slaplings. Jongen, ik kan nog altijd niet ervan onderuit dat ik slaplings heb gezegd. Niet normaal, hè mensen. Dit was de video weer voor vandaag. In ieder geval ga ik er een nieuwe challenge. Jongen, spreek toch even te goed, man. Een challenge. En de nieuwe challenge is. Maak een. Uitkijktoren. Dat is wel een challenge die ik vaker doe. Maak een uitkijktoren. Welke zijn hier een beetje iets gemakkelijker? Een molen, blacksmith, een kerk en een uitkijktoren. En de moeilijke zijn dus het DGS logo en full diamond armor. Mensen, dan ga ik naar binnen. Ik ga slapen. Maar ik heb eerst nog één vraag voor jullie. Willen jullie dat ik 10 dingen, 10, of ja, nee, dan eigenlijk 14. Ja, nee, 10 is gewoon goed, 10 is gewoon goed. Dat ik 10 dat ik 10 wauw, dat ik erin kan opkomen, dat ik 10 Bedrock, oh godverdomme jongen. Waarom kom ik er nu niet op? Ik ben zo slecht. Obsidian. Dat ik 10 obsidian ga inspannen voor een nether portal te kunnen maken. Zodat wij naar de nether kunnen. En daar dan blaze rods en alles kunnen gaan verzamelen. Of willen jullie dat niet?
Ik denk dat ik het wel ga doen, maar ja, dat zullen jullie dan wel zelf merken in de volgende aflevering van Minecraft Oasis Survival. Vond je hem leuk? Laat een like achter, abonneer en ik zie jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe... Wacht. Bij een gloednieuwe Minecraft Oasis Survival. Doei!